Andries, de voorbereiding is weer begonnen. Ja, een voorbereiding waar je eigenlijk niet in voorkwam, maar nou hier toch staat, zeg maar. Wat grappig. Ja, dat is apart. Ja, het is mooi, zeker. Eerst krijg je te horen dat je weg mag en ja, eindstand sta ik hier weer, dus dat is mooi. Ook een beetje raar misschien. Ja, nou ja, goed, mensen mogen denken wat ze willen. Misschien denken mensen dat het raar is, maar ja, goed, ik had het zelf ook niet zo verwacht, maar ja, het is wel mooi. Wat is de reden dat je nou toch terug mag komen en opnieuw een contract hebt mogen tekenen bijna? De reden, nou ja, goed, misschien kunnen ze niet de keepers krijgen die ze graag wouden krijgen. Daar heb ik een beetje lak aan. Ik heb één wedstrijd gespeeld hier en dat snak gewoon naar meer. Ik ben hier nog niet klaar. Ik wil graag met zulke mensen zo'n stadion, ja, wil ik hier gewoon langer spelen. En ik heb gewoon veel vertrouwen, spreekt Jelle en mij uit, dat is gewoon natuurlijk fijn. En ook de trainers, dus ja, het is wel een grote stap dat ik weer terug ben gekomen. Ja, je bedoelt Jelle ten Rouwelaar, hè? Nu keeperstrainer, vorig jaar keeper, eerste keeper. Ja, dat was het probleem een beetje voor jou, hè? Dat je elke keer hem voor je had. Ja, dat is waar. Hij heeft super veel wedstrijden achter elkaar gespeeld en volgens mij is het ook gewoon een hele goede keeper van NAC. Dus ja, en ik was ook, blijkbaar was ik niet beter, anders had ik wel gespeeld en ja, daarvoor heb ik ook respect. Maar is het niet een beetje vreemd dat ze eerst zeggen van ja, je bent niet goed genoeg, je mag gaan en ja, dat ze dan toch weer daarop terugkomen? Omdat Jelle ten Rouwelaar, die nu keeperstrainer is, dat graag ziet? Ja, nou ja, blijkbaar zien ze wel wat in me zitten, want anders komen ze niet terug bij mij. Dan gaan ze op zoek naar iemand anders. Ja, dan is het fijn om te horen dat Jelle mij natuurlijk wil. En ja, ik heb een goede band met Jelle. Hoe het nu gaat, ben ik zeer tevreden. En ja, het is mooi dat hij zoveel vertrouwen in me heeft. En ja, dat maakt die samenwerking wel speciaal en beter natuurlijk. Dat lijkt me prettig voor jou, hè? Dat Jelle, op voorspraak van Jelle, dat je daardoor terug bent gekomen. Want die kent je natuurlijk hartstikke goed, want die heeft dagelijks met jou getraind. Ja, dat klopt. Die weet hoe ik een beetje in elkaar zit. Die heeft vorig jaar natuurlijk ook bepaalde punten gezien waarvan hij denkt dat wat beter moet. En dan kunnen we nu gewoon samen ja, alle rust aan gaan werken. En dat gaat goed tot nu toe. En daar ben ik zeer tevreden mee. Ga je dan ook eerste keeper worden? Ja, goed. Mijn doel is om natuurlijk wel eerste keeper van NAC te worden. Wat ik zo net ook al zei. Ik heb nu één wedstrijd gespeeld en ik moet gewoon meer wedstrijden gaan spelen. Ben ik heel eerlijk in. Maar ik moet het wel verdienen. Ik moet gewoon goed mijn best doen, hard trainen. En ja, dan wil ik graag in die grote bak spelen waar al die mensen zitten. Dat is mijn droom. Je hebt er wel iets gekregen met deze club, hè? Met NAC volgens mij. Ah, ik ben een gevoelig mens en ja, dat heeft deze club ook wel. En deze club heeft iets en ja, ik ben een beetje ertussen gekomen. En ja, dan is het gewoon mooi dat je er één keer in zit. En als je één keer een band met deze club heeft, ja, dan blijft dat. Dus. Toch zegt Hans Mulders, hè, de technisch directeur, van ja, we gaan nog wel een keeper halen. Dat betekent dus concurrentie, maar ja, dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar jij gaat ervoor, neem ik aan. Ja, nou ja, dat is geen probleem. Ik denk dat het alleen maar goed is. Maakt me ook niet uit wie ze halen. Ik moet gewoon uitgaan van mijn eigen kracht. Ik moet gewoon zelf mijn best gaan doen. En ja, dan weet ik van mezelf dat het wel kan. Dit wordt het seizoen van Noppert? Ja, dat denk ik wel. Tenminste, daar ga ik wel voor. En anders volgend seizoen. Ik heb voor 2 jaar getekend, dus... Moet hoe dan ook wedstrijden gaan spelen en ik ben ervan overtuigd dat goed gaat komen.